Goedenavond en welkom bij Is er een dokter in de zaal? Een programma over alles wat met onze gezondheid te maken heeft. Het grote gezondheidsissue van het voorbije jaar was natuurlijk de coronacrisis. Het heeft er onder andere voor gezorgd dat er meer en meer koppels zijn gescheiden. Bij mij was het spijtig genoeg alleen een hoestje. Ik heb zelf geen corona gehad, maar ik moest wel naar een dokter voor een infectie aan mijn linker teelbal. Ze zei, ik vrees dat u gaat moeten stoppen met masturberen. Ik zeg, allee, gaat dat die infectie oplossen? En ze antwoordde, nee, maar dat gaat het onderzoek wel veel gemakkelijker maken. Zeg, Erik, hoe is het? Allee, zo op gezondheidsniveau, want jij loopt wel stilletjes aan op uw einde. Ja. Wacht, een rare vlek. Moet ik ze laten zien? Ja. Ja. Als het maar eens zien dan. Ja. Ja, mag ik naar daar gaan? Ja, zeker. Ja. Voilà, dit is het. Dat is een schimmel. Ja. Oh. Echt? Ja, dat is liever wel gewoon ergens. Misschien privé laten onderzoeken. Kunnen wij een verse sou krijgen? Deze is beschimmeld. We beginnen vandaag met de medische meerkeuzeronde en die heet zeg eens A of B of C. Of zoals dokter Sophie ooit tegen mij zei, zeg eens A. Mai, je stinkt uit je bakjes. Heb jij coronastress? Zeker, ja. Dat is wat daarvoor ook. Natuurlijk. Ja, het is dat. De meeste, denk ik, als je het gehad hebt, dan weet het wel. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ik denk dat ik het gehad heb. Maar degene die het dan echt gehad hebben, ja, als ik dan hoor dat die allemaal hebben meegemaakt, dan denk ik dat die anderen misschien toch gewoon denken dat ze het hebben, terwijl ze het niet hebben. Ja. Kan er nog iemand volgen? Of, Nee, maar ja, dat is gelijk dat je bij een bompa doet. Ja. Gewoon ja, knikken en wachten. Ik heb eens gehoord dat dat niet gezond is, sporten, als je tegen een goesting. Klopt dat? Kan dat, dokter? Ja, iemand zei dat het eigenlijk slecht is voor je lichaam om tegen je goesting te gaan sporten. Hm, dat is goed, Philippe. Heb het al zo? Oh, nee, echt. 1%. Ja. Huh? Dat is weinig. Oh, nee, ik bedoelde. Sorry. Mag ik nog veranderen? Ja, nee. Zeker. Ik bedoelde 99. Ja. Heeft nog nooit een gaatje gehad, Erik? Ja. Die negaties. Ik ga voor. Dus jij denkt dat 99% van de mensen nog nooit een gaatje heeft gehad. We zijn hem kwijt. We zijn hem kwijt. De medische wetenschap is als een plastische chirurg die Erik van Looy moet opereren. Ze kunnen al veel, maar ze kunnen ook niet toveren. Nu gaan kids doen. Vallen op een valmat. Alle turnleraars die tegen mij gezaagd hebben vroeger. Hier zit met mijn schoenen op de mat. Had jij nog de sauna, Erik? Nee, ik doe dat niet graag. Dat is toch ontspannend? Ja? Wel privé sauna, dus ik zit niet graag met andere mensen. Maar dus, ik vind dat rustig, dat is een moment om even alles te laten gaan. Ja? Ah, ik doe dat op het toilet, maar ja. Dokter, mogen roodharigen echt minder in de zon komen? Ja, klopt. Die hebben een heel lichte huid, hè. Veel minder pigment, dus die verbranden sneller. Hè. Ja. En klopt het ook dat rosse mensen geen ziel hebben? Ja, klopt ook. Ja. Ah, dat klopt ook. Het zijn geen echte mensen. En zo vinden ze dan slachtoffers tot op 20 meter diepte. Tot op 20 meter. Dus als mijn vrouw onder de sneeuw bedolven geraakt op 22 meter, dan vinden ze ze niet terug. Nee, waarschijnlijk niet. Ik schrijf voor de zekerheid 25. Tot de volgende keer.